Hallo en welkom bij de laatste videoles in deze serie over het SO-geluid klas 2 oefenopgave. Je slaat met een stok op de grond en hoort 22 milliseconden later de echo. Hoe ver stond je van de muur? Dus we kunnen weer zeggen, iemand staat hier. Je slaat met een stok op de grond. Dit maakt lawaai. Hier is een muur. Het geluid gaat naar de muur en gaat naar jou toe. En doet daar 22 milliseconden over. 22 milliseconden is 22.000ste seconde. Oftewel 0,022 seconden. Kan al wel handig zijn voor deze berekening. Dan kunnen we dus gaan zeggen afstand is snelheid keer tijd. En dan kunnen we in dit geval zeggen, nou, de afstand die weten we niet. De snelheid is 343 en de tijd is 0,022 seconden. Dus de afstand, als ik hem nu snel bereken, is volgens mij ongeveer, en ik doe dit even uit mijn hoofd, ongeveer 7,5 meter. Maar let op, deze 7,5 meter is wel heen en terug. En we moeten niet heen en terug hebben, we moeten alleen maar de afstand zelf. Nou, gelukkig is dat vrij makkelijk. Dat betekent dat de afstand tot de muur 7,5 gedeeld door 2, oftewel 3,75 meter is. Dit was de laatste in het rijtje voorbeeldopgave voor het SO. Ik hoop dat jullie hier allemaal iets aan hebben. Veel succes komende week als jullie het echte SO hebben. Bedankt voor het kijken en tot in de les, denk ik. Oh ja, en voor Bertha is natuurlijk huiswerkbegeleiding in Bilthoven. Dit soort video's krijg ik niet voor elkaar om op school betaald te krijgen. Want het kost veel te veel tijd om al deze dingen te maken. Wees even aardig voor me. Druk een keertje op een reclameknopje. Dan krijg ik extra geld. Of zet je adblock uit. Had je misschien moeten doen voordat je naar deze video's keek. Mocht je nu ooit bijles willen hebben en je zit niet op het openbaar lyceum. Dan kun je in Bilthoven natuurlijk zonder problemen bijles van me krijgen. Nou ja. Blablabla. Geniet van het lekkere warm weer. Tot volgende keer en bedankt voor het kijken.